Je ziet echt evenementen die daardoor omvallen of in veel simpelere manieren worden georganiseerd. Ik weet ook hardloopwedstrijden die zich maar op die manier zeggen van ja, we kunnen dat gewoon niet bemannen met mensen. Ja, wielerwedstrijden zeg maar op de openbare weg is het gewoon super lastig om, dan heb je gewoon heel veel verkeersregelaars nodig om dat dan te bemannen. Het probleem zit hem in het examen dat mensen elk jaar opnieuw moeten doen. Kijk, mensen willen het gerust wel één keer halen. Maar als ze het jaar erop weer moeten en weer moeten en weer moeten. En ja, dan zeggen ze op een moment van ja, ik stop er gewoon mee. Want dat heb ik vorig jaar gehad. Dan hebben ze natuurlijk groot gelijk in. In de praktijk blijkt dat niet iedereen zich comfortabel voelt als verkeersregelaar. Ja, je krijgt natuurlijk wel het een en ander in je hoofd verslingerd. Af en toe. En gelukkig ook wel complimenten. En ook mensen die meekijken. Maar je krijgt ook natuurlijk wel eens mensen die vinden dat ze ten alle tijde voorgaan. En dan moet je toch wel stevig in je schoenen staan. Zijn er mensen die afhaken om die reden? Nou, er zijn natuurlijk wel mensen die zeggen, ja, nou, laat me dan voor volgend jaar maar niet meer die taak op me nemen, zeg maar. Dus. Voor de Oranje Ronde van Enkhuizen op Koningsdag is Tino ook nog op zoek naar vrijwilligers. Nou, geen kopzorgen, want ik weet ook dat we, dat is hier in Enkhuizen, maar dat ook hier in West-Friesland, dat we op het moment dat het echt moet gebeuren, dan staan de mensen op en dan staan we schouder aan schouder en dan gaat het ook gewoon gebeuren. Maar het zou mooi zijn als het net wat makkelijker gaat.